Alle mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LS Video van Amor. Vandaag, zoals beloofd, ga ik wederom op pad met de Passat. En nu gaan we even vooral bezig zijn met het verkeer. En dat is logisch, want we zijn tenslotte van teamverkeer. Nu hebben we hier een auto met een verlopen verzekering. Expired insurance. Dus gaan we even een stopteken geven. Ik heb dus ALPR aanstaan, oftewel Automatic License Plate Recognizer, of Recognition, zei ik de vorige keer ook al, en oftewel ANPR, Automatic Number Plate Reader Recognizer, hoe je dat ook wilt noemen. En wat dat eigenlijk is, die scant dus alle voertuigen die langsrijden. Dan zul je ook een bliepje horen. Nu hebben we dus het voertuig voor mij, die heeft dus een ANPR hit, ik noem het even ANPR voor de makkelijkheid. En wat daar fijn bij is, is dat dit gewoon een landelijk systeem is in het echt dan. Dus als er iemand ook over de snelweg rijdt, kan het wel eens zijn dat die wordt gespot. En als er bijvoorbeeld een gevaarlijke verdachte is, ja, dan wordt dat natuurlijk door de meldkamer, het OC, van alle eenheden erop afgestuurd. En sommige voertuigen hebben ook dan zo'n camera in het voertuig zitten. Een Touran bijvoorbeeld niet, of hij moet al uitgebreid daarmee zijn. Een Vito, een T5, T6 standaard ook niet. Maar voornamelijk de Audi's, de Passat, de Volvo, noem maar op. Voor de mensen die mijn video de vorige keer niet hebben gezien, ik rijd dus met de Passat. Is dat geen wijkagentwagen, vragen sommigen zich misschien af. Nee, de teamverkeer, hè, verkeerspolitie, hoe je dat ook wilt noemen, landelijke eenheid, die rijden tegenwoordig met Volvo V70 of Audi A6. Zoals jullie weten reden ze vroeger altijd met de Volvo V70. Toen hebben ze allemaal Audi A6 nieuw aangeschaft. Alleen tussen de tijd dat de Volvo V70 te veel kilometers op de teller had en dus echt moest worden vervangen, en de levering van de Audi A6, moest nog even snel een auto komen, en dat is de Passat geworden. Als iemand het verhaal beter weet, zeg het me vooral. Maar voor zover ik weet is dat gewoon een verhaal hoe het zat met die met deze Passat. Dus je ziet, heb ik ook weer het beenholster. Dus hij zit wat lager, andere koppel en de rest hetzelfde. Vandaag is geen taser bij me. We zijn te lang aan het lullen, maar dan hebben we in ieder geval alles verteld voor de mensen die vragen hadden. Ik begin natuurlijk met een hallo. En even kijken, ik durf het niet te zeggen, een meneer denk ik. Ja, een meneer duidelijk. Ik dacht vanaf hier, ik keek zo, ik weet niet hoe ik keek, maar ik dacht dat hij staartjes had. Charlie Scene, dankjewel. Hey Charlie, ik ga even allereerst jouw naam dat systeem aan blijven verzitten. En wat we ook gaan doen, want dat is wel heel belangrijk, wat ik wel eens bij wegmisbruikers heb gezien, meen ik, is dat de ANPR wel nog de melding erin had staan, maar het kentekencontrole met ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2-0 Quebec Juliet Yankee. Het MEOS, oftewel het systeem, hè, van de politie met de telefoons, daar was hij wel al aangepast en correct. Dus daar gold het niet. Nu geldt het zowel bij de ANPR als bij het MEOS, dus we gaan het aan meneer vragen. Hoe komt dat je, of was je ervan bewust? Ja, ik ben het vergeten. Ja, dat is niet zo mooi. En daar krijg je uiteraard wel een bekeuring voor. En je hebt dan, wacht, is dat, ik geloof dat ze dan 7 dagen de tijd hebben om aan te tonen dat ze wel hebben aangevraagd. Anders wordt het voertuig in beslag genomen. Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik geloof dat in ieder geval, we gaan nu, nee, wat zullen we doen? Weet je wat ik ga doen? Ik ga deze meneer, omdat ik goede zin heb vandaag. Goede zin, mensen zeggen, ja, nee, ja, ik ben goed gestemd. Ik ga deze meneer een waarschuwing geven. Binnen 7 dagen, dat is geloof ik wel een afspraak, hoor, moet hij op het politiebureau komen aantonen van, hey, ik heb hem later verzekerd of hij is verzekerd, anders krijg je dus nog een bekeuring. Dus doen we zo. Rij naar huis, ga niet verder rijden, want dan ben je illegaal bezig. Kijk, nu is je bij een aanrijding, fijne dag verder, ook al reed hij als een speer er vandoor. Wat donker, dat wil ik eigenlijk niet. Kijk, hij is weer aan het bliepen. We moeten de time hebben. Ja, we gaan lekker op noon. We gaan deze twee dingen uitzetten. En we gaan eens naar de snelweg kijken of we wat voertuigen kunnen controleren. Hij remt automatisch, dat is raar. Bliep, niet geregistreerd. Ja, sorry mensen, maar we moeten toch even... Anders zetten we dit straks wel weer even uit, hoor. Maar we gaan er snel maar nog op, ik beloof het jullie. Rijd rood.
dat is niet zo slim. Krijg je geen bekeuring voor. Ook hier ga ik wel even kenteken controleren. Er zit één persoon in het voertuig. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 09 November Quebec Oscar 03. Een groot probleem natuurlijk. Goedendag meneer. Hier, hij mag hier niet meer verder rijden en ik geloof ook dat deze meneer gewoon zijn voertuig in beslag, of dat ik gewoon dit voertuig in beslag moet nemen. Er staat hier notice an odor of narcotics. Odor, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat ik ruik, misschien zie resten van drugs of iets. Dus daar gaan we uiteraard wel even laten blazen. Want ja, Wim ruikt het of die weet ik voor wat het allemaal. Alles. Waarom is de voertuig niet geregistreerd? Ik wist niet dat dat moest. Nou, dat gebeurt geloof ik automatisch. En ja, tenzij je hem hebt overkocht van iemand. Maar goed, ook dan gebeurt het geloof ik wel heel automatisch. Hey, heb jij toevallig dingen bij die je niet mag hebben? Misschien, zegt hij. Oké. Okay. Heb je drugs gehad toevallig? Wat doe je? Okay, nou, omdat je een gevaar op de weg bent. Hey, luister eens, kameraad. Ik ga jou vragen om... ik kom even aan jouw kant staan. Met gevaar voor eigen leven. Jij mag voor mij een speekseltest, nou we gaan gewoon even blazen en speekseltest afnemen. Je mag blazen tot ik stop zeg. Puur op basis van de vermoedens, blazen, 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 oh maar ja oké, die is goed. En nog een speekseltestje, gaan we even kijken of je drugs hebt genomen. Yes, positief op cannabis. Voertuig gaan we doorzoeken, ik weet alleen niet, dat kan ik niet. Hey, je mag uitstappen, je bent aangehouden voor rijden onder invloed. LSPD, don't make me shoot you! Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Dat heb je geluk, hè, man. Waarom ga je? Hij twijfelde geloof ik even. Hij zet hem in zijn achteruit en het scheelde heel weinig. We gaan even op de stoep staan. Zo, deurtje dicht. Voertuig nemen we sowieso een beslag op basis van... niet geregistreerd zijn. Ja, gaan nog even fouilleren. Een zakje met bruin poeder en pillen die niet gelabeld zijn. Ik ga een transportje vragen en dan kunnen wij eindelijk hopelijk even naar de snelweg bouwen. Onze controllers gaan doen. Ja, nu gaan we echt even niet... wat zit je aan om te doen met die witte auto? Hey. Hoi. Verdachte is officieel... meegenomen. Oké, wij gaan... naar de snelweg. De ANPR blijft wel even aanstaan, tenzij het echt heel ernstig is. Denk aan Wanted for Murder ofzo. Want die staan natuurlijk ook tussen. Hè? Als iemand wordt gezocht en als er wel eens op het opsporing verzocht zoiets te zien is. Als ze weten wie het is uiteraard. Dan staat er uiteraard ook in de... dan staat uiteraard het kenteken van de persoon ook in, zijn, in het ANPR. Of het voertuig van die persoon. Dus als dat voertuig ergens rijdt, dan zien zij dat. Maar Inspired Insurance, die laten we even gaan. En rechts de snelweg op. En dan moeten we eigenlijk een goed plekje uit gaan zoeken waar we makkelijk kunnen staan. Waar we snel weg kunnen rijden, maar ook waar we veilig staan natuurlijk. Misschien wel hier. En we kunnen niet alle drie de banen pakken. Outstanding warrant. Ja, die worden echt wel gezocht. Dan gaan we toch even achteraan. Dat is die witte. Wat gebeurt hier toch allemaal mensen? Wat zijn we raar aan het rijden? En die witte daarachter of die zwarte, die gaat ook volle snelheid er vandoor. Ik weet niet wat die allemaal is aan het doen. Even kijken of dit het juiste voertuig is. Ik ga het volgende kenteken.
Yankee, ja. Quebec, Oscar, 7-2. Proceed with caution. Of doorrijden. Hallo. Hi. Kiplum. Voor mij een rijbewijs, mevrouw. Dank u wel. Ik geloof wel dat het voertuig op de naam van mevrouw stond, dus dan zal zij wel gezocht worden. Ja, ze hebben nog gezocht. Ja, op basis dus tot zij gezocht wordt, ga ik daar wel het voertuig doorzoeken, haar fouilleren, maar zij mag nu even uitstappen. Wat is dat? Ja. Oké, mevrouw. U bent in ieder geval bij deze aangehouden. Ik ben niet al anders verplicht. Ik vraag om een advocaat. Ik ben het bureau aanvragen. In het systeem hebben wij staande nog gezocht worden. Ik weet wel niet waarvoor, dus we gaan dat even op het bureau uitzoeken. Maar van nu gaat het dus met mij mee. Omdat ik geen collega's in de buurt heb, ga... Wat zeg je? Wallah, ik jou dadelijk ook aanhouden. Hè? Omdat er geen collega's in de buurt zijn, ga ik even fouilleren. Heeft hij dingen bij die niet bij mag hebben? Zeg het mij dan nu, anders kan hij mijzelf bezeren. En dat wordt gezien als mishandeling. Oké, even kijken. Dus illegaal verkregen pillen. Een lepel met zwart poeder resten. Dat is geloof ik voor, ja, weet ik veel welke drugs je dat ook weer doet. Heroïne en een... hoe heet dat ding? Portemonnee. Zo, goedemorgen. Ja, dus drugs, verboden middel bezit. Ook daarbij. Oh, die wordt gezocht. Oké. Okay. Hou die persoon. Ah, shit, daar komen we natuurlijk niet meer bij. Ah, dat nee, laat maar dan. Dat voertuig moet nogal worden afgesleept. Required on Elgin Avenue. Zo, mevrouw gaat mee met de collega's daar. Wij gaan poging 500 doen. Ja, nu kun je wel doen alsof ik de achtervolging niet heb geslaagd en zo, maar ik zat er niet eens in. Weet je wat wij gaan doen? Die even uitzetten. Dan hebben we echt volledige focus voor de snelheidscontrole die ik wil gaan doen. In de regen. Potsamme. Ik zie helemaal niks. Keurig plekje om heel onveilig te staan, maar we gaan het wel doen. Hey, ik heb hem op 65 miles per hour gezet zojuist. Oh, oké. Okay. Dat is 75 en dat is geloof ik 120. En ik heb hem op 65 gezet omdat ik dus zoiets heb van ja, in Nederland mag je 100 rijden en 65 is ongeveer 100 km per uur. Ik meen 104 aan mijn hoofd. Dus 100 of 75, dat zal dan wel. Daar ben ik weer. Ineens stond mijn moeder naast mij. Oh, het is natuurlijk ook glad. Ik had haar helemaal niet horen kloppen of binnenkomen of wat dan ook. Schrommel kapot. Even denken. Ja, wat wilde ik zeggen? 75 zal dan wel ongeveer 120 of zo zijn. Kilometer per uur dan. 75 miles per hour.
We zitten nu dus in achtervolging en het is best wel gevaarlijk, want ik zie vrij weinig. En het is glad en we gaan snel. Copy that. On the way. Jongens. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Alsjeblieft de Passat voorlaten, want wij zijn sneller. Voelt er gelijk gecrashed zijn. Draait om. Blijven maar rondjes rijden. Echt met levensgevaarlijke snelheden rondom een park. Nu vermoed ik niet dat veel mensen in dat park zijn. Er zijn nog maar één erbij. Hoge snelheid. Straf of feit is op dit moment alleen negeren stopteken en... te hard rijden. Mocht het echt te gevaarlijk worden, dan gaan we uiteraard afblazen. Oftewel de achtervolging stoppen. De voertuig is gecrashed, staat er. Gaat weer rijden. Zo, daar zijn we weer. We hebben die achtervolging afgebroken hoor, want dat was levensgevaarlijk eigenlijk. Hier zie je wat een file ontstaat steeds, dus ik ga... aan neerzetten, de achterste. Ik zie net dat bij flags ook komt te staan als daar een ALPR hit is of zo, dus dat is wel handig. De license expired, ja, ik ga daar niet helemaal door dat verkeer. Het is ook wel moeilijk hoor, deze manier, want hier rijden veel voertuigen. Je ziet niet eigenlijk welke nou er doorheen rijden. En ik zie allemaal dat ze maar 38 miles per hour en zo rijden, 36 miles per hour. En ik heb de limiet op 65 staan, dus ja, of ik hier iemand ga pakken, dit is misschien niet de beste plek. Kijk, daar staan ze gewoon helemaal stil, joh. Alsof ze afremmen voor mij, dat zou zomaar kunnen hoor. We gaan doorrijden en ergens anders naartoe. Het regent nog steeds, ja, wat ik dus net al zei, die achtervolging hebben we afgeblazen puur omdat eigenlijk voor iemand die alleen 10 miles per hour te snel reed, ja, moet je dan zeggen van dan gaan we mensenlevens, hè, het blijft een spel natuurlijk, maar even op zo realistisch mogelijk game in dit spel nadenken of dat dan waarborgen, moet je dan mensenlevens in gevaar gaan brengen? En ik zou zeggen van nee, dat hoeft niet. We hebben het kentekens goed, dus hè, ik kan me niet herinneren hoe we dat zouden moeten hebben. Ik denk door de scan of zo. ALPR had ik even opengegooid op een bepaald moment, dus heeft hij wel gelezen. Maar ja, daardoor is, als het goed is, wel bekend hoe het voertuig was, of van wie het voertuig is, beter gezegd. Nu aanzetten. Kijk, daar gaan ze te snel. Dat was die rode, denk ik. Ja, dat was... Dat was zeker weten die rode. 68 meen ik, ja, dat is 3 miles per hour te snel. Dat is toch iets sneller hoor dan nu kun je, dat is niet 3 km per uur, laat dat even duidelijk zijn. We gaan proberen, ook hier vliegt iemand zijn band eraf, ook niet heel veilig. Ik ga proberen of we nog een meting kan doen op dat voertuig, dus met hem meerijden op dezelfde snelheid, of we dus echt daadwerkelijk dezelfde snelheid aan gaan houden. Maar dat gaan we dus even niet kunnen doen, denk ik, hier dit voertuig. Gaan we weer wassen. Nee. Hij rijdt dus 68, dat is te hard. En daarvoor gaat hij een stopteken van mij krijgen. Oftewel, ook nu een volgteken. Het zou wel mooi zijn als ook in beeld dan, hè, net zoals dat ALPR systeem, dat er wel een stipje in beeld komt welk voertuig het nou bedroeg. Ja, in het echt is dat natuurlijk ook niet, dat weet ik. Maar in het echt is het misschien wat makkelijker.
Daar heb je het kenteken nog steeds in beeld en zo, dat soort zaken allemaal. Goedendag mevrouw. Hi. Ik ben Wim van de politie, ik ga het kort al even mijn rijbewijs, dank u wel. Julia. Julia, de reden van staanhouding is te hard rijden. We hebben daar een meting van gedaan, die kunnen zien in het voertuig als u wilt, maar ik zou het even niet doen. Ik krijg daar wel een bekeuring voor en dat is, ja, speeding 10 plus, doen we maar even. Nee, ja, was het speeding 10 plus? Zeker niet, maar ik maak het er wel van. Dus $80, ik ga hem uitschrijven, dan gaat u weg mogen vervolgen en ik zelf ook. Heel graag zelfs, want het regent. Fijne dag. Eigenlijk is het gewoon een soort lasercontrole, hè, die ze ook uitvoeren met een, ja, met een laser. En met die camera's die je hebt, ja, dan met, hè, die camera's die in het voertuig zitten van wegmisbruikers die jullie misschien kennen, dat zijn echt camera's die die moet, daar kun je wel een meting mee uitvoeren, maar dan moet je of op hem inrijden, dus hè, kom, of je laat hem uitlopen of zoiets, dat is uitloopmeting, of je rijdt tegelijk dezelfde snelheid met hem, dat is ook een meting, of je rijdt op hem in, geloof ik, dus niet letterlijk er volle vaart op in knallen, maar hè, tot, stel het grijze voertuig daar nu een meting om uitvoert dat ik op hem afrij en dus nu de meting sluit ofzo, dat ik kan zien hoe hard hij rijdt. In ieder geval met die camera's wordt dat allemaal gedaan. Dat is het dus niet, want het kan niet vanuit stilstaande positie natuurlijk. Dat moet echt een laser zijn waarmee je dus een voertuig bekijkt en ziet van oké, hij rijdt nu 65 en dat wordt gewoon live in de gaten gehouden. Wat we nu gaan doen is de video afsluiten. Vond je het nou leuk? Vond je nou dat ik te kort of te weinig bezig ben geweest alsnog met de lasercontrole? Noem maar op. Laat het even weten. Doe ik binnenkort gewoon nog een keer. Dat is allemaal geen probleem. Graag zelfs voor jullie. Voor nu bedankt jullie voor het kijken en zie jullie bij de volgende video. Wanneer het gaat zijn, geen idee. Waarmee het gaat zijn, ook nog geen idee. Tot dan.